Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag spelen wij Formule 1 2019. En ik ga denk ik een nieuwe serie starten. En de serie zal gaan over een carrière. Nieuw seizoen is weer gestart, dus we gaan gewoon even lekker spelen. Kijken hoe ver we komen. Ik heb nog, ik heb één keer gespeeld, heel kort even opgestart. Maar ik ben nooit echt verder gegaan. Voor mij ben ik bij de tweede race hier, race 2. Maar we gaan gewoon een nieuwe carrière starten. Oké. In F1 2019, you'll be invited to start your career by selecting a Formula 2 team. Driving for this team, you'll experience some key moments of a Formula 2 season, a thrill-packed racing championship in its own right, and the springboard to Formula 1. At the end of this feeder series, your choice of driver academy and your performance in F2 will determine the terms of the contracts offered by the teams as you embark upon your career in Formula 1 and begin to write your own chapter of motorsport history. Nou, dus we starten eerst in Formule 2. En dan kijken hoe we daar presteren. En dan kunnen we kijken of we verder kunnen komen. En nou, volgens mij bestaat er een Nederlands team. Dat is deze, kijk. MP Motorsport. Laten we gewoon bij het Nederlands team instappen, joh. En dan... Even kijken, hoor. Laten we gewoon Red Bull nemen. En waarschijnlijk kom je eerst in de Toro Rosso, maar dat maakt niet uit. Het hoogste doel is straks gewoon in de Aston Martin Red Bull. Startcarrière. Mijn remschijven waren lekker warm, waren lekker oranje. Devon Butler still ruthlessly giving chase. These two have been really scrapping it out for the early wins in the championship. And something's wrong. Butler sees his chance. Some kind of mechanical failure. Nou, dit is mijn auto, er is iets fout, zeggen ze. Oh, ik krijg weer speed. Waarschijnlijk moet ik nou het stuur gaan overnemen. Kijk, dit zijn de lijnen die ik bedoel. Bij de rode lijnen moet je een beetje remmen en je ziet ook echt precies de perfecte lijn die je moet rijden, dus met de bochten binnen buiten. Nou ja, als de lamp uit zijn, krijg ik denk ik het stuur. Ik ben begonnen. En we staan al, ik zie Van Kasteel staan, dus we staan op de vijfde plek. Oeh. De Formule 2 auto is ook heel anders dan een Formule 1 auto. Formule 1 rijdt gewoon veel beter, joh, veel meer grip. Ja, dit is de eerste race in een hele lange tijd, dus ik moet eventjes inkomen. Again, your teammate wants to pass you. Nou ja, ik krijg te horen dat ik mijn teamgenoot langs moet laten, dus ik laat hem langs en ik ga er gelijk achteraan. Ik moest even van het gas. Maar nou mag ik wel weer pushen. Oké, we gaan even kijken of we een beetje in de buurt kunnen blijven. Ik zal niet hoeven inhalen. Want mijn teamgenoot heb ik voorbij gelaten en die gaat nu proberen mensen in te halen voor. Ik heb, zoals je in het filmpje hebt gezien, ook problemen gehad met de auto. Dus van mij wordt niet veel verwacht nu. En als ik zo zie, gaat hij iemand inhalen nu. Dus dat is prima. Nou ja, links onderin zie je waar de anderen allemaal rijden. Nou, ik krijg genoeg afstand voor, dus ik kan gewoon lekker rustig mijn ding doen. Deze bocht had ik net ook al een beetje vernacheld. Het wordt wel tijd dat ik straks gewoon die Formule 1 auto pakken, want dit slaat helemaal nergens op, joh. Nou, als ik moet nog twee rondjes rijden. Een lang rechtstuk.
Ho 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 ho. Ho 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 ho. Gaan achter Russel aan. The gap behind us is 4.2 seconds. Zo lekker dicht achter Russel, dat wel. Dus nu kunnen we hem nog wel inhalen. Kijk. Zolang je altijd iets verder bent in de binnenbocht, dan pak je hem altijd. Dan remmen ze wel, joh. Het is ook soms gewoon kiezen dat je wat wat later moet gaan remmen. Nou ja, Russell en Norris, die rijden nu ook in de Formule 2. Nou, je moet er niet raar opkijken dat die straks ook Formule 1 gaan rijden, want die rijden in het echt al Formule 1. Dus ik denk straks, als ik in de Formule 1 team ga zitten, dat hun daar ook wel ergens zitten. Nou, lang recht stuk weer. Start-finish ook, hè. This is your final lap of the race. En dan laatste rondje in. Heel misschien dat we Norris ook nog kunnen inhalen. Zou wel mooi zijn. Kijk. Zit dichtbij. Hier nog niet, hoor. Hier moet ik even goed remmen. Kijk. Misschien gaat hij weer onderdoor kruisen. Nee. Albon die rijdt voor me. Toevallig is dat ook nu weer een Formule 1 rijden. Dus heel veel promoties. Maar Albon is wel een mooi verhaal. Hè? Die reed in 2018 reed hij in Formule 2. Toen ging hij in 2019 ging hij naar Formule 1 voor het eerst. Heeft hij een half jaar in de Formule 1 team gereden bij Toro Rosso, dat is het tweede team van Red Bull. En na een half jaar mocht hij gelijk naar het hoogste podium. Dus hij heeft echt gewoon binnen een jaar heeft hij gewoon twee promoties gemaakt. En nu rijdt hij samen met Max Verstappen in de Red Bull. Vol gas achteraan. Nou ja, we hebben geen podium kunnen krijgen. We zijn wel vierde geëindigd. Terwijl we in de video daarvoor, of in het filmpje, weg hadden met de auto dus. En dat brengt tot een einde een andere grote race. Het team is ook blij, zie ik. Davide, wat denk je dat de difference hier? Kijk, dat is onze ploeggenoot. Die hebben we voorbij gelaten. Dus dankzij ons is die eerste geworden. Helemaal top, joh. There you are. That was an exciting race. Oh, dan moet je ook allemaal vragen beantwoorden, joh. Het staat zo, hè? Okay, we're all set over here. Just a minute. Remember, anything you say to the press can go very, very public. So be relaxed, but also be conscious of what you're saying and how it might come across to other people, okay? I think we're ready. Het is allemaal een beetje de vraag wat je in gaat vullen, joh. Ja, je kan twee kanten voor me opgaan. Je kan de kant op gaan als teamplayer of als ster spelen. Dan ben je een beetje voor jezelf, egoïstisch. Right, stand here. Turn a little this way for me. Perfect. Ready? An exciting race today. Let's get your perspective. So you and Lucas are new to the team. How are you settling in? Even kijken, ik ben een showman. Okay, so how did you feel about being ordered to give up the position to Lucas? Het is gewoon wat het is, joh. Great. Well, that's everything. Nou, twee vragen, al die moeite. Hey, look. I know that wasn't easy letting me pass, but it was the right choice. It was good driving. Yeah, that's how I describe it, mate. Just good, not great. One in six makes the leap to F1.
The other five are still watching their less talented teammates collect all their points. Shame, really. A lot of great drivers never get their chance because they do it all for the team. Those teams got us here. Yeah, but it's the drivers that take the risk. We should get the rewards. Nou, de link is mijn teamgenoot, hè. Die ging mij net bedanken dat ik hem voorbij liet. Hij zegt, het is niet makkelijk, maar we hebben daardoor wel gewonnen. The end of this championship, I'll be the one lifting the trophy and I won't use my teammates to nick the podium. Okay, I'm out. You believe what you want, Devin. Nou, die andere is een mooi praatje maken. Die gaan we nog wel eventjes verstaan. Dit seizoen, denk ik. You really think if the situation was reversed, he'd do the same for you? You want to start looking out for yourself. No one else will. Hij probeert een beetje te stoken en zo. Hij zegt dat die andere het niet voor mij had gedaan om mij voorbij te laten. Ja. Op dat moment voelde het goed. Ik weet nog niet als ik het niet had gedaan of ik dan problemen had gekregen met het team. Je wil natuurlijk ook straks dat je team een goed woordje doet. Dat je straks in een mooi team van Formule 1 komt. Nou, kijk, ik denk dat ja, dit ben ik. En dit is die praatje maken, nummer 5. Aan het circuit te zien zitten we in Oostenrijk. De Red Bull ring. Oh. Hij tikt mij even aan, kijk. De voorvleugel was er vanaf. Dat gebeurt mij ook wel vaker in de race, hoor, maar. Dus ik ben naar binnen gegaan, nieuwe voorvleugel, nieuwe banden. Dan halen we de pitstop uit en dan gaan we rijden. Het is een lang recht stuk naar boven. Ik kan mijn vol gas nemen. Dan gaan we hier remmen, dan moet een hele scherpe bocht naar rechts. En zo sta ik op de 11e plaats, dus nu moet ik er wel heel veel in halen. 5 rondjes te rijden, zie je rechts bovenin. Voor mij is het ook niet de bedoeling dat ik er moet winnen. Voor mij moet ik gewoon die ene man inhalen die mij net eraf kegelde. Oké. Die gast die mij eraf reed is nu naar binnen voor een stop. Dus dan moeten we pushen. Want dit is het laatste rechte stuk. Kijk, hier rechts ga je de pitstop in. Hier rechts. Daar zijn we binnen gegaan. Hij is naar buiten al. Hij is nu op de 6e plaats. En wij staan op 10, dus we moeten de 4 inhalen. Ja, dit is wel een van mijn favoriete banen, hoor. Hij is lekker compact, lekker klein. Snelle rondjes. Dat is snelle stuk ook. Rust inhalen. Nou, hier krijgen we de DRS als het goed is. Nu. Wat de achterklep gaat over, de vleugel gaat open. Krijg je wat meer vermogen, meer snelheid. Maar die krijg je alleen maar als je 1 seconde achter je voorligger rijdt. Dus als ik nu hier diegene voor me, als ik daar 1 seconde achter rijd, binnen die seconde zeg maar, dan krijg ik op een aantal rechte stukken de mogelijkheid om de DRS aan te zetten. Dus dan gaat de achtervleugel gaat open, klapt open. Deze gaan we ook inhalen, denk ik. Ja. Rijdt Albon voor mij. Devin's currently in sixth place, P6. Hij zit nog steeds op de 6e plaats, wij zitten op 8. Dus we gaan er gewoon naartoe rijden. Kijk, daar helemaal vooraan rijdt hij. Dus moet de Albon nog voorbij. Dat kan misschien nu. Als ik even snelheid kan maken. Nee, dat gaat nu niet lukken. Op de volgende dan. Oh, 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 oh. Ja, dat gaat dus wel. En heb ik hier de DRS.
En dit is die man die ik hier moet halen hier voor me. Daar heb ik nog wel een aantal rondjes tijd voor, dus ik heb geen haast. Maar ja, als het hier ook al kan. Hop. Good. Good job. Nice overtake. Kijk, dat was het doel. Hoe verder we nu komen, hoe beter natuurlijk. Maar die man hebben we hier wat te pakken. Gaan we hier naar links. Deze keer lekker schuin aansnijden. Deze keer ook gewoon een beetje afsnijden deze, hè. Kijk, zo pakt iedereen hem. Voor me rijdt iemand. Ik heb nu nog de 38, de 9 en de 40ste ronde. Dus nog drie rondjes. Devin is behind you. Een recht stuk weer. Ja, ook die omgeving, hè? Ik blijf het zeggen. Is echt mooi, hoor. Door. Ik heb zo'n gevoel dat we die hier voor ons ook wel kunnen inhalen nog. We hebben nog 2,5 rondje. En ik zit er nu al aardig dichtbij. Blijf gewoon dicht achter hem. Je weet, kunnen we hem op het lange rechte stuk straks pakken. Met de DRS dan, hè, met de achtervleugel. Zie je het ook hier voor me, hè? Diegene heeft tekst op de achtervleugel. Nou, die klapt dan open. En dan heb je minder weerstand, dus minder wrijving. En dan kan je gewoon een stuk sneller rijden, hoor. Maar deze ga ik ook inhalen hier. Binnendoor. Niet te wijd gaan. Mooi. Devin's P7 at the moment. Kijk, dit is mooi, hè. Die concurrent die staat nu op P7 zelfs. Omdat we hebben ingehaald en wij zijn nu op P5. Er zijn toch weer puntenverschil, hè. Nu nog twee ronden. Voor me rijdt eentje best wel ver. Ga het gewoon proberen. Zolang ik weinig fouten maak. Zoals dit. Ja, ik denk niet dat het gaat lukken, hoor, maar... We komen weer iets in de buurt. Kijk, ik wil te hard, ik wil te ver gaan. Te laat remmen, maar dat kan niet met deze auto. Oh. Dan moet ik zeggen, ook de banden gaan natuurlijk achteruit, hè. Dus je krijgt wat minder grip, je glijdt wat sneller weg. Kijk, je maakt veel wijdere bochten. Maar we gaan er achteraan. Ik denk dat het misschien nog wel gaat lukken, hoor. Dan staan we op P4. Ik heb jammer genoeg geen DRS. Terwijl ik er wel kort achter zit, hoor. Laat remmen en de binnenbocht pakken. Kijk, daar kan hij geen kant op, zie dat? Dan remmen ze hem zelf wel. Ik heb hier wel de DRS. Nou, die voor mij rijden, dat is het podium. En diegene die voor mij rijdt zelf, dat is Nick de Vries. Dat is mijn landgenoot. Nick de Vries. Het mooiste zou zijn als ik een van hun nog kan inhalen. Hè? Ik denk dat het nog wel gaat lukken ook, hoor. Oh, tik een bonbruk aan, joh. Oké, ik ga rechts van hem zitten. Dan heb ik de binnenbocht. Nou, deze man ga ik denk net niet... Nee, dit is afsnijden. Hier krijg ik denk straf voor. Of misschien niet, joh. P2. Oh, wat een inhaalactie, joh. Maar ik had zo het gevoel dat ik daar een beetje aan afsnijden was. Meestal krijg ik wel straf, maar...
Nou, zoals je ziet, hè, van P11 volgens mij, hè. Toch zomaar hier gekomen op de P2. Krijgen we hun weer. I'm sure you're pretty happy with that. Well, that was a great recovery today. Zeker, joh. Did you think it was all over when you had the collision with Devon? So did you ever think you'd get the cruise back from Devon? Does penalty help? Of course. I'm a showman. I've seen that you and Lucas have been picking up a lot of points recently. What do you think of your championship chances? Hoppa. Appreciate your time. Ik word wel erg een showman, hoor. Aan de ene kant, ja, ik weet niet. Je kan natuurlijk twee kanten gaan, hè. Oh, wat filmpje. What can I say? I guess there's no other way to put this, but I'm sorry. I'm sorry for ever giving you the common respect that all races deserve, because you don't deserve it, neither of you do. That was the dirtiest driving I've ever seen. Ridiculous. I thought exactly. I'm taking my line, and I get smashed into? I'm fine, by the way, thanks for asking. And then, I'm penalized for the privilege. You're unbelievable. You deserved every second of that penalty, maybe more. I mean, aside from trashing the car, did you ever stop to think that maybe someone could get hurt? Yeah. Me? Fine. But winning at any cost is your strategy, not ours. You better watch yourself. Ja, joh. Moet je een klap voor je kop geven, joh. Die man, die denkt ook dat hij leuk is. Don't let him get in your head. Hij rijdt mij een vleugel eraf en zelf gaat hij een beetje bij de hand lopen doen dat het onze fout is, joh. Let's get ready for the press briefing. So here we are in Abu Dhabi. In Abu Dhabi. Normaal is het de laatste race. Ik weet niet of dat nu ook zo is, maar. Het is een lekker weertje. 30 graden. Lekker droog. Okay, this is it. Last race of the season. See you, last race. All you have to do is finish in the points ahead of Devon, and the next time we see each other, you'll be the F2 world champion. No pressure then. Good luck. Dus als ik nu gewoon even lekker door blijf gaan, dan ben ik nog world champion ook, joh. Gewoon moet ik gewoon voor hem eindigen, voor die man. Oh, je bent zo slecht in, joh. Val mee hoor. Zie je, dus die P4 die moet ik inhalen. Oh, contact, geen probleem nog. Oh, ho, ho. Kijk, als we een rondje druk krijgen, voor mij ook wel de damage en alles te zien hoor. Kijk, alles nog groen. Kijk, dit is de Formule 2. Voor mij, als je in Formule 1 rijdt hier. Dan is het altijd nacht, of in ieder geval avond. Er staan de lampen aan, kijk, je ziet rechts en links overal van die lampen. Oké, hier ga ik proberen even voorbij te komen. Gaat niet lukken. Enig voordeel is dat ik wel straks de bocht naar links heb, maar... Kijk, Albon, die ben ik. Die zit echt heel dicht achter, maar die tik me nog even. Maar ik ben er voorbij. En die man die ik moet pakken, die staat op de tweede plek nu. Dus die staan nog twee auto's voor mij. Dus die moet ik nog even inhalen. Oh, ging veel te hard die, veel te wijd. Maar ik heb hem nog. Een plek. Oh. Ik moet ook gewoon een beetje de rust bewaren, joh. Weet je, we hebben nog de hele race. Er zijn straks nog 4 rondjes. Ik zit nu al achter hem. Ook met gedachte dat mijn landgenoot ervoor zit, hè. Die gaat hem wel een beetje irriteren, joh. Het is wel jammer dat Niek niet in Formule 1 zit, hoor. Ja, ze zeggen hij is nog vrij jong, maar ze zeggen dat hij net te oud is en net niet het talent heeft. Terwijl ik denk van hij is echt wel goed. Maar die zijn nou bij de elektrische auto's. Je hebt ook een Formule E elektrisch. Hop. En zo pak je P1. Ik ben bang dat ik hem wel kwijtraak nu. Ja. Ah, de Vries is niet erg. Volgens mij word ik wereldkampioen als ik maar voor die man hier achter mij zit.
Okay. Om geduld te hebben, hier een goede exit hebben. En dat heb ik, kijk. Een exit, dat is zeg maar hoe je de bocht uitkomt, hè. Een beetje afsnijden zo. Ah, hier ga ik veel te wijd. Hetzelfde als net, hè. Moet daar eerder remmen, joh. Moet daar veel eerder remmen. Schakelen gaat bij mij ook automatisch, hoor. Ik ben er nog niet zo heel goed in, joh. Misschien dat ik... hoe verder we in het seizoen komen. Kijk, zo'n mooi bocht, joh. Hoe meer ik het ga begrijpen. Nou, is nog steeds P3. Mooi. Kijk, de Vries staat links. Die staat met paars opgelicht. Dat betekent dat hij de snelste ronde heeft gereden, deze race. Maar ik denk dat ik hem nu ga afpakken. Ja, zie je. Bovenin staat ook voor als slap. Nou, het is ronde 3, dus de DRS dat gaat open. Al heb ik helemaal niemand voor me rijden, dus ik ga die DRS nooit gebruiken, denk ik. Ook moet ingehaald worden straks. Nu ga ik veel te wijd. Ik ben wel erg benieuwd waar ik straks ga rijden, bij welk team. Zal het ook echt bij de Red Bull zijn, of zal iemand anders mij nog een contract willen aanbieden? Het mooiste als ik gewoon bij die Toro Rosso zit, weet je wel. En dan kan ik daarna altijd nog doorstromen naar Red Bull. Vol op de rem. Kijk, nu neem hem perfect. Zie je dat? Nice. Hier krijg je hetzelfde. Hier raak ik ook altijd fout. Ik moet gewoon eerder remmen, joh. Kijk, bij deze stuk. Hier, bij die bocht hier zo. Dat is ook altijd fout. Kijk, zo moet je hem nemen, hè. En dan kan je deze zo mooi slalommen. Devin is in P3. Kan je deze doorpakken. Oké. Deze ook allemaal doorrijden, moet je hier remmen. Schuif bocht naar rechts. Ja. En door. Links. Zometeen naar rechts. Ja. Dan gaan we het rechte stukken van start-finish. Gaan we misschien wel weer de tijd verbeteren. Kijken of bovenin. Ja. Nou, twee rondjes te gaan. Deze zit wel in het broekzakje, joh. Toen moet zo in één keer wat fout gaan. Ik weet natuurlijk niet hoe het spel... Dan straks in één keer een filmpje krijgen dat ik uit de bocht vlieg of zo. Maar ik ben wel blij dat ik in het begin die 5 rondes heb aangeklikt, joh. Maar ik ben wel heel lang aan het rijden, joh. Want sommige races doen ze wel 70 ronden of zo. En als je daar dan 25% volgens mij hebt, kon je klikken. Dus dan 1/4 van die 70 ronden moet je rijden, joh. Nou, dat is niet te doen, joh. Dit is sowieso 20 rondjes of zo. Nou, iets minder dan, maar. Gaat er wel naartoe. Is wel eens weer wat minder, hè. Ik sta wel weer in het paars, rechtsbovenin. De baan is opgesplit in 3 sectoren. Nou, sector 1 is het eerste deel van de baan. Daar was ik het snelst. Dan krijg je paars. Nou, nu rechtsbovenin zie je ook in sector 2 dat ik het snelste was. In ieder geval sneller dan de snelste tijd. En die heb ik ook neergezet. En we gaan nu sector 3 in dan. En dat is tot en met start-finish. Heel wijd.
En ik zeg door 3 niet zo heel snel ben, want het ging alles fout hier, hè. Oh, snij ik af. Kijk, bovenin. Zie dat? Track limits. Je mag niet afsnijden. Ik heb nu een waarschuwing gehad. Daarom dacht ik de vorige race. Oh, ik heb wel het snelste. Maar daarom dacht ik in de vorige race dat ik ging inhalen. Dan had ik ook een stuk afgesneden. Ik denk, nou, nu krijg ik een waarschuwing. En vooral omdat het dan ook om een podiumplek gaat, krijg ik gewoon gelijk een straf. Maar het viel mee. Ik ben inmiddels lekker in de laatste ronde. En die man die blijft maar doorratelen. Even lekker bezig zijn. Complimentjes zijn altijd welkom, hè. Oké, en door, en door, en door. Ah, moet kijken op de mapje links onderin waar ze maar rijden, joh. 13 seconden voorsprong. Deze zit wel in het broekzakje, joh. Ah, nu rijd ik ook in een kampioenswagen. Maar stel je voor dat ik straks naar Toro Rosso ga. Dan zit ik natuurlijk niet in een van de snelste auto's, hè. Dus dan heb je best kans dat ik gewoon elke keer... is het zesde eindigt of zo. Misschien een keer een uitschieten. Oh, dit namelijk echt allemaal perfect. Deze ook. En door. Ah, sector 2 ben ik wel iets langzamer gaan dan de vorige keer. Nee, ja, langzaam. Ja, want hij is groen. Anders had hij al paars geweest. Daar moest ik uitkijken dat ik daar niet ging afsnijden. Maar ja, al krijg je meestal zo'n 5 seconden straf. Dus dat wordt dan bij je tijd opgeteld, weet je wel. Nou ja, ik zit 13 seconden zat ik net voor, volgens mij. Dat was nooit kunnen pakken. Nou ja, finish. Een vingertje eruit. Lekker bezig weer, hoor. Kijk. Hoppa. Wat donutjes. Eerst krijgen we natuurlijk weer een interviewtje. You must be thrilled. Wow, you're the driver's champion. How does it feel? Ah, het voelt goed, joh. It feels great. So that was a thrilling end to the season. How was the race for you? Dat was in ieder geval niet makkelijk. Al heb ik maar 3 races gereden of zo. Oké, zo'n beetje zelfspot. Oké. Okay. Ik zeg dat ik nu een van de beste ben van de circuit, zeg maar. Van alle mensen. Ja, een beetje zelfspot mag. Mag ook wel, toch? Congratulations, mate. Hey, dankjewel. Hey, congratulations. Oh, ik krijg hem weer, hoor. Last time it'll ever happen. Devin, it's okay to be upset. You came very close. Yeah, we know things would turn out very differently if I didn't get slapped with that ridiculous. Ah, we gaan nou weg, joh. What is it with you and complaining? Lijkt ergens in een hoekje te huilen, joh. Somehow you managed to do a lot of things. Nou. It's great. You needed the win. I didn't. For me, this was always just a stepping stone to F1. Oh, you too. You too. You got your work out for you now that I'm gone. So you're gonna have to prove to everyone. Ik hoop zo dat hij ook naar Formule 1 gaat, hè, dat ik hem weer kan inmaken, joh. Winning the championship is talent. Really? Next time you use that incredible talent to ram into someone and steal all their points, remember they won't be as forgiving. Ga nou, praatjes maken. Well, this has been a lot of fun. Yes, hoi hoi. Goedjes. Things to sign, important paperwork and all that. I'm sure you understand. Ciao. Ja, hij gaat weer even tekenen. Hij heeft zogenaamd het Formule 1 team, hoor. This big win, you're gonna be getting a lot of interest. Ja. All I can say is choose wisely, or else you might end up with someone like Devin as your teammate. Nou, dat gaat zeker niet gebeuren. Ik ga echt niet met die man in één team, hoor. Dat is wel lekker, hoor. Als je dan de hele tijd hem verslaat, weet je, in je eigen team. Dat je hem gewoon de hele tijd gewoon frustreert, weet je, hoor. Ook wel lekker, hoor. Ah, welcome. Come on in. Okay. Kom eraan. Take a seat. It's
time we had the big conversation about your next move. Oh, we gaan tekenen. Your performance at the F2 Championships last year. Ja, 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 ja. Attention from the Formula One teams. Some of it more positive than others. Okay. I'm not so concerned with who does or doesn't like you. You'll have plenty of time to win the doubt is over. But I am concerned with our choices. They're narrowing as we haven't shown commitment to anyone. Now, as your agent, my advice is to make your decision now. We can worry about comfort and finer points further down the line. Okay, we gaan een beslissing maken, joh. You've earned every single one of these proposals. So take your time, have a read through, and don't get too hung up on specifics. Let's get you a Formula One seat. Oh, we mogen een keuze maken. Kijk, zoals je ziet, zie je rechts een beetje de status, hè, waar je dan komt. Dus hoe verder het balkje, hoe beter natuurlijk. En zoals je kan zien ook bij Toro Rosso, een sterretje. En bij Red Bull, omdat ik daar natuurlijk opgeleid word, zeg maar. Ik ben daar op leerschool. Maar ik denk dat ik, zoals ik al eerder zei, lekker bij Toro Rosso ga zitten, joh. Maar mijn doel is natuurlijk straks om die Red Bull te pakken. Daar kan ik nu al naartoe, maar ja, dat is veel te snel, joh. Ik moet gewoon lekker rustig opbouwen, joh. Weet je, bij Red Bull hebben ze ook veel eisen. En ik ga gewoon lekker die Toro Rosso pakken. Maar ik kies lekker voor Toro Rosso. En hoe dat af gaat lopen, dat zie je in de volgende video.